dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Eerste Keus versus Mitch, man. Dat wordt denk ik een van de battles van de dag, man. Oeh, Mitch versus Eerste Keus, man. Ja, man. Eerste Keus tegen Mitch is een David versus Goliath battle, man. Dat wordt echt een toffe battle. Mitch, ik weet niet, man. Mitch, I love Mitch, man. No homo, man. Mitch is echt een van mijn favorieten, man. Mitch is de underdog, maar hij heeft vaker verrast en kan het gewoon weer doen. Ik hou van die gekke, weet je, Mitch is een baas. Ja, ik vind hem heel dood. Ik hoop dat Mitch zijn woede iets meer in controle gaat krijgen. Er zijn heel veel mensen die tegen Mitch hebben gebattled. Er zijn heel veel mensen die, terwijl Mitch zijn vriendin achter hem staat, zeg maar, fire shit over zijn vriend. Maar die shit raakt hem een soort van niet ofzo. Ik denk dat Mitch nu op het punt is dat zijn bewijsdrang, dat hij de beste wil zijn, niet moet overslaan in grootheidswaan en woedend en altijd zo zijn. Hij staat gewoon naar jou te kijken, mee te lachen en daarna gooit hij een ronde dat hij je gewoon bitch slap. Mitch kwam flexie binnen, gewoon oké. Niet echt om over naar huis te appen, maar hij kwam oké binnen. Hij begreep wat ik bedoelde met, je hebt ingrediënten, die moet je koken, want die man groeide en is in de finales beland. Ik denk dat hij ook heel goed weet, zeg maar, wat ik daarnet ook zei over de theatrale. Hij weet heel goed hoe hij dat moet gebruiken. Aan het begin was het een soort van, haha, kijk die Mogol, nou probeerde te battelen, dat was leuk. Vito! Je kan ook even wat zachter praten. We horen je gerust wel. Want jij schreeuwt zo hard! Je maakt van mijn trommelvliezen een drumstel. Eerste Keus was gelijk vanaf tryout al eigenlijk een van mijn favorieten geworden. Hij kwam meteen met een zieke auditie. Ja, Eerste Keus heeft ook al heel de Next Gen seizoen heeft die laten zien dat hij zichzelf gewoon bewezen. Ik denk dat Keus sowieso heel, heel hard gaat komen. Kijk, Eerste Keus heeft een hele vervelende stijl om onderuit te halen. Want Eerste Keus heeft een zelfspot barrière om zich heen gebouwd, waar je gewoon moeilijk doorheen breekt. Omdat hij de laatste keer toch misschien gedacht heeft van, oh, ik kom in de slaap. Dus ik denk dat dit wordt vuurwerk, hoor. Heel veel mensen hebben hem sinds het begin van het seizoen vergeleken met Terry. Van, ah, je bent een beetje net als Terry. Maar ik denk dat hij nu gewoon heeft laten zien van, ik ben gewoon Eerste Keus. Want Eerste Keus is gewoon heel vervelend. Ik ga gewoon steeds op zeggen, ik zal ook moeite met Eerste Keus hebben. Want hij heeft gewoon een stijl die fucked up is om tegen te battelen. Ik denk dat niemand hem meer vergelijkt met iemand anders. Ik denk dat mensen nu andere mensen vergelijken met Eerste Keus. Van zo, je bent een soort van Eerste Keus. Een reguliere standaard dis kets van hem af, soort van. Door die zelfspot aura die jij hebt. Dat had Tim vroeger ook. Je kon niet zomaar van Tim winnen vroeger, snap je? Zulke type battelaars zijn heel lastig te verslaan. Eerste Keus is onverslagen in dit seizoen. Niet zomaar, snap je? Hij is echt heel hard, maar ik moet wel eerlijk zeggen, naar mijn mening, heeft hij bijna verloren in de 1-8. Keus dropt ook gewoon classic naar classic, weet je. Als Noozy, zeg maar, niet ging choken in zijn laatste ronde, weet ik niet of Eerste Keus hem zou pakken, man. Mij kennen ze van het feit dat ik elke keer als een van de beste presteer. Jou kennen ze van, dat is mijn tekst ook alweer. Jij bent een chokende treinkaper. Gap, wat wil je daarmee? Nee, jij kilt niet onstage. Het enige dat jij kaapt in de trein, dat is de stiltecoupé. Mitch's hoogtepunt is zijn groei. Van een matige auditie naar de finales, dat is zijn hoogtepunt. Luisteren naar kritiek, advies, toepassen en groeien. Heeft hij goed gedaan. Met Nick Veen samen, die battle was zo fucking hard. Iedereen kent Mitch als één schreeuwlelijke harde guy. En dat hij dan in zo'n battle gaat zeggen dat iemand anders schreeuwt. Maar iedereen neemt het van hem, want hij brengt het zo dood. Gevoel, reactie, dat is Mitch. Ik denk dat Mitch ook echt gewoon een kansmaker is, man, voor die nummer 1 positie. Een Mitch die opkomt voor zijn vriendin, dat hij gewoon voor haar gaat staan als mensen. Dat is, ik vind Mitch gewoon super authentieke, oprechte gozer. Als Mitch harder komt, wat hij ook echt moet doen om van Keus te winnen. Hij moet echt Super Saiyan 16 gaan of zo. Om van Eerste Keus te winnen. Dan ja, tuurlijk. Alle credit naar hem, man. Alle credit naar hem. Die battle van Steph, dat hij tegen het hele publiek roept: zet hem eens op, jongens. Weet je? En dat hij dan dat iemand anders naar hem toe gaat van: nee, je moet niet hard jagen, want dan valt het op. Namelijk 7 minuten 51. Kijk, met filmpje. Met jouw behaarde vrouw zal het wel snor zitten. Mijn mening is het tegenovergestelde van Marokkaanse vrouwen.
want ik ga er geen doekjes omheen winden. Mijn laatste lijn, voordat mijn tijd erop zit. Hoe noem je Redouane met een bomgordel? Plofkip. Keuze is het hoogtepunt, is gewoon consistentie, man. Topniveau vanaf begin tot eind van. Ja, hij heeft altijd een 7,5 plus niveau. Zelfs op zijn slechtste bars is hij gewoon een topper. Tegen Noozy kan je dat veroorloven, zeg maar. Dat je zeg maar, het zo kan laten gaan van hij choke, dus je wint. Snap je wat ik bedoel? Ik was ook altijd heel verbaal aanwezig en met veel volume. Als je dat doet en er staat iemand tegenover je die gewoon je zo aankijkt van, not impressive. Okay? Dan komt het gewoon over alsof je te graag wil en te hard wil en dat je tegenstander niet onder de indruk is. Dat gaat op een gegeven moment ook meespelen bij mensen. Maar tegen Mitch gaat niet choken, man. Mitch gaat echt niet choken tegen Eerste Keus. En als Eerste Keus die niveau brengt die hij had tegen Noozy, gaat Mitch over hem heen walsen, denk ik. Ja, alles. Ik vind alles wat Keus gedaan heeft tof. En ik vind eigenlijk ook alles wat Mitch gedaan heeft tof. Jawel, Krop. Jij maakt jezelf echt vet belachelijk. Want je dist hem terug, maar hebben ruim anderhalve week nodig om een Eminem track te coveren. Dat is karaoke. Dat kan ik ook. Ik doe het als die hele meneer. Jouw mening kan me niet schelen, meneer. Want je twijfelt aan jezelf en je weet het niet meer. Dus ik ga het je nu zeggen voor de zoveelste keer, grap. Je bent 30 nu. Je bent 30. Je bent 30 nu. Je bent 30. Ik weet niet, man. Ik zeg je heel eerlijk, ik weet niet. Dat kan echt alle kanten op gaan. Ik zet mijn moeder niet op Keus voor deze battle, man. Hij is de slick met die shit, man. Eerste Keus weet altijd waar te maken. Hij heeft tot nu toe nog niet één keer teleurgesteld. Niet één battle niet teleurgesteld voor mij. En undefeated, net als Cooper trouwens. Maar ik denk wel dat Eerste Keus het makkelijk in zich heeft om Mitch ook te klaren, zeg maar. Maar dan moet hij niet, zeg maar, komen hoe die kwam in de 1-8. Ik wil echt de Eerste Keus zien die ik in zijn eerste 2-3 battles zag. Maar ja, als ik mijn money moet zetten, ga ik toch voor Eerste Keus, man. Eerste Keus is, zeg maar, voor mij de huze van dit seizoen. Ik zou er ook niet boos om zijn als de een wint en de ander verliest of omgekeerd. Dat is ander. Ik heb het gevoel dat hij nu ook zoiets heeft van, ja, iedereen weet nu dat ik hard ben en zo. Dus dat ik denk, ja, ik doe het wel even, snap je? Maar normaal, je moet nog steeds vol erin gaan gewoon. En tegen Mitch heeft hij dat denk ik wel nodig, man. Net als hoe Mitch het voor Eerste Keus ook wel nodig heeft. Ja, ik ben altijd gewoon real, ik ben altijd true, weet je. Ik bedoel van, als iemand beter is, is iemand beter, klaar. Ik bedoel van, ja, als Mitch harder komt, komt Mitch harder. Dat is wat het is. Maakt niet uit wie mijn favoriet is of niet. Weet je, en uiteindelijk van de dag ben je ook maar één van de vele stemmen, weet je. Het liefst zie ik eigenlijk Keus winnen. Maar puur omdat ik dan Keus nog, ik wil Keus tegen Stef gewoon heel graag zien. En ik hoop dat de een of andere manier in het schema is dat dat gaat gebeuren. Mitch moet gewoon zo hard komen gewoon. Binnen zijn eigen kunnen. Dan hoop ik eigenlijk dat Keus wint, zodat ik die een keer kan zien. Ik denk dat de eerste persoon die de bal laat vallen, verliest de battle. Maar ja, Mitch tegen Stef zou ook niet verkeerd zijn. Dat vooropstellen, maar ik weet niet. Ik wil wel Keus tegen Stef zien of zo. Ik weet niet. Dat is toch iets wat je van begin af aan al wou of zo. Ik weet niet of die optie er is in het schema dat dat gaat komen, maar I like that. Hij moet alle elementen gewoon erbij halen. Hij moet freestylen. Hij moet eerst zijn Keus zijn hardste punch ontkrachten door een freestyle bar. Hij moet zelf geen fout maken. Hij mag niet stumbelen. Hij mag niet choken. Hij moet zijn punchline level upgraden zelf. Dat zijn haymaker bars nog iets harder raken. Complexiteit een beetje opvoeren van zijn metaforen en punchlines. Hij moet, ja, alles level up om van Eerste Keus te kunnen winnen, man. Het is natuurlijk noodzakelijk dat jij aanwezig bent 27 augustus vanaf 1 uur in Plan C. We hebben domme kwartfinale battles. Giant tegen Stef, Chiefs gaat battelen. Het wordt crazy. We hebben natuurlijk ook de nieuwe MC's die gaan battelen voor een nieuwe plek in de nieuwe league. Dus koop je kaartjes nu online, punchoutbattles.nl. Zorg dat je nog die goedkope kaartjes pakt, want aan de deur is gewoon duurder. Mag ook, maar toch. Koop iets, man. Ik zie je daar.